Hallo, hallo, ladies. Ik heb jullie gemist. Ik ben even een tijdje ertussenuit geweest voor mijn gevoel. Dat was natuurlijk niet echt zo, maar ja, we moesten al die meiden voorstellen. Ik hoop dat jullie blij zijn met alle nieuwe femleden. Ik ben in ieder geval heel erg blij met ze. En ik vind het heel erg leuk om ook meer samen met hun video's te gaan maken. Dus dat kan je binnenkort gaan verwachten. Ik heb laatst een video gemaakt over slaaphoudingen en wat het over jou zegt. En die video is zo goed bekeken dat ik nu zoiets heb van, ik ga dat ook voor fem maken, maar dan slapen met je partner. En voor het gemak zeg ik even slapen met je vriend, maar dit is natuurlijk ook gewoon voor als je twee vrouwen bent of als je twee mannen bent. Het is natuurlijk een vrouwenkanaal fem, maar ik zou het leuk vinden als er ook mannen kijken hier. Ik weet dat er wel een aantal zijn. Want ja, je slaaphouding, hoe je met je partner slaapt, dat zegt heel veel over jullie relatie. En waardoor ik hier video's over wilde gaan maken is omdat ik erachter kwam dat gedurende mijn relatie, ik heb nu 4 jaar een relatie, zijn we anders met elkaar gaan slapen. En dat is ook best wel logisch. In het begin slaap je vaak heel erg dicht bij elkaar en heel gezellig. En gaandeweg ga je wat meer wat uit elkaar of verandert dat gewoon. Wat wel leuk is om eens na te gaan, hoe slaap je nu met je partner en hoe sliep je hiervoor met je ex? Want vaak is dat heel anders, omdat je natuurlijk een hele andere relatie hebt. Niemand die slaapt de hele nacht zo, maar deze houdingen gaan vooral over hoe je samen inslaapt. En de informatie die ik nu met je deel heb ik niet zelf verzonnen. Dit is allemaal van Patty Wood. Zij is een lichaamstaal-expert voor al meer dan 30 jaar. En zij heeft onderzoek gedaan naar dit soort slaapgedrag. De eerste. Als je allebei aan verschillende kanten van het bed slaapt, dan betekent het vaak dat je wel graag samen bent, maar ook een onafhankelijk persoon wil blijven en graag je eigen dingen wil blijven doen. Dus daarom slaap je apart. Maar het kan ook betekenen als je ineens apart bent gaan slapen dat je veel stress hebt op het werk of dat je je zorgen maakt over iets in je relatie. Of je wil gewoon een goede nachtrust en je slaapt nou eenmaal beter als je helemaal alleen ligt. Lepeltje, lepeltje. Als je partner de omhelzer is, dan vind je dat een heel fijn gevoel als jij in zijn holletje ligt. Of het kleine lepeltje bent, omdat jij, dat geeft natuurlijk een intiem gevoel en een beschermend gevoel. Dus het kan betekenen dat hij vaak meer de gever is in de relatie. Is het andersom en ben jij zeg maar de omhelzer, dan ben jij meer de gever. En misschien ook meer, geef jij meer richting aan de relatie, dus ben je wat meer de baas. Als jij de grote lepel bent, dan kan het ook betekenen dat jij heel erg bezitterig bent. Als vrouw dan, hè? Niet als man. De kontjes tegen elkaar, maar de gezichten van elkaar afgedraaid, betekent dat jullie beiden zelfverzekerd zijn. Jullie hebben het verlangen om onafhankelijk te zijn in de relatie, dus ook echt je eigen ding te blijven doen. Maar doordat de konten elkaar raken, is er in ieder geval wel een goede seksuele band. En veel stellen die slapen zo, omdat ze dan niet in elkaars gezicht hoeven te ademen. Want dat kan los van de adem ook nog een behoorlijke stank opleveren. Je ligt op zijn borst, een beetje zo in zijn holletje. Dat betekent dat hij jou graag beschermt. Vaak wordt er ook zo geslapen als degene in het rolletje wat gestresster is of zich zorgen maakt over dingen en dan gewoon even wat extra liefde nodig heeft. Slaap je heel erg in de foetushouding, een beetje opgetrokken tegen je vriend aan, dan betekent het dat jij wat afhankelijker bent. Maar lig jij meer recht naast hem, dan neem je gewoon graag je eigen beslissingen. Als je face-to-face slaapt, dan betekent het dat je je partner graag recht in de ogen wil aankijken en dat je eigenlijk behoefte hebt aan meer contact gedurende de dag of in jullie levens. Als je vriend ineens zo gaat liggen, dan kan het betekenen dat hij afstand voelt en dat hij zich meer met je wil verbinden. Jullie slapen op je buik. Dit betekent vaak dat je een gedeelte van jezelf wil beschermen en apart wil houden. Dus je praat niet makkelijk over je gevoelens en je bent een wat geslotener persoon. Want je beschermt eigenlijk jezelf. Dus dit kan een teken zijn van angst of van kwetsbaarheid of dat er geen seksueel vertrouwen is in de relatie. Ik denk dat als je echt langer op je buik blijft liggen, dat je dan inderdaad wat moeite hebt om je gevoelens te uiten. Maar als je vooral inslaapt op je buik en daarna vanzelf op je zij gaat liggen of op je rug, dan geldt dat niet zo. Dat denk ik vanuit mijn perspectief, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Als alleen jullie voeten elkaar aanraken, dan hunkert jouw partner naar seksueel verlangen. Tenminste, dat zegt Dr. Reed. Nou, als je helemaal in elkaar verwikkeld ligt, ja, dat is natuurlijk een hele logische, dan kan je maar geen genoeg krijgen van elkaar en je zit helemaal in elkaar. Dit kan best wel eens, hoe zeg je dat? Je moet hier wel een beetje voor oppassen in je relatie, want het is natuurlijk goed om echt maatjes te zijn en alles samen te doen, maar het is wel belangrijk dat je ook blijft kijken naar wat wil ik en wat is mijn doel en dat je niet een soort gezamenlijk één persoon wordt. En de laatste, het schijnt zo te zijn dat er ook stellen zijn die heel erg ongelijk slapen, dus dat de een veel meer bij het hoofdeinde slaapt en de ander veel verder weg. Of zelfs dat de een helemaal omgekeerd ligt. Dan kan het betekenen, als je echt heel erg ver uit elkaar ligt, dat degene misschien wil vluchten uit de relatie. Maar als je gewoon op ongelijke hoogte ligt, dan is vaak degene die bovenaan ligt wat dominanter.
En degene die onderaan ligt, die stelt zich wat dienstbaarder op. En die is meer een volger. Dit waren de slaaphoudingen samen met je partner. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Ben je benieuwd wat jouw slaaphouding over jou persoonlijk te zeggen heeft? Klik dan even hier op deze video, want daarin leg ik het je allemaal uit. En bedankt voor het kijken. En ik zie jullie over een week weer met een hele leuke video over tips en tricks voor festivals.